Steven, we staan hier in het Paard van Troje. Dat is een plek die je vaak bezoekt om zo even tot rust te komen. Ja, ik vind tof, de combinatie boekenwinkel, koffiebar vind ik wel leuk. Omdat dat ideaal is om zo, ja, inderdaad de drukke stad wat te ontsnappen en even tot rust te komen. Ik vind dat een boekenwinkel en een bibliotheek, de akoestiek is meestal ook heel goed. Ja? En dat zorgt ook voor een aangename sfeer. En haal je dan ook inspiratie hieruit, omdat het zo'n rustige plek is? Ja, haalt zo'n beetje overal inspiratie, ja? Maar dit onder meer ook. Ja. Het is wel tof om even... tot rust te komen. Sherman is eigenlijk ook een beetje het alter ego voor jou, hè, van, voor het schrijven van je nummers. Ja, ik vond het belangrijk dat je het toch een klein beetje uit een andere persoon vertrekt bij het schrijven, dat er zo'n bepaalde afstand is tussen mij en wat Sherman dan is. En als je dan zo begint met een nummer te schrijven, hoe begin je eraan? Moet je op een speciale plek zitten of zo? Gewoon nee, niet direct. Hè. Het is een soort... openheid dat je zo moet creëren. Zo. Dus je moet er eigenlijk niet echt mee bezig zijn. En meestal komt dan, dat zijn de grootste momenten van inspiratie. Eigenlijk. Ja. Als je er totaal niet mee bezig bent. Zoals op het toilet of tijdens een afwas. Wat is de raarste plek dat je al zo dacht van... Oh, shit, ik heb geen balpen bij, geen papiertje, maar er begint iets te komen. Ik zeg maar iets. Een officieel gesprek in een of andere overheidsdienst of zo. Is dat al gebeurd bij jou? Ja, soms gebeurt dat wel zo, ja. En dan opeens komt er wel een melodie of zo. Heb je al opgetreden in een boekenwinkel of bibliotheek? We hebben al in een FNAC gespeeld. Ja. Is dat zo hetzelfde? Want dat is veel groter natuurlijk. Dat is groter, maar het was zo in de benedenafdeling. Dus de boekensectie. Ja, dat was zo wel iets apart.